Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Edward en welkom back to the Morse Code podcast, slash talkshow, slash gewoon een gesprekje hebben met een paar mensen. Vandaag ben ik hier met de enige echte Talks with Charlie. Charlie. Salute King, salute, salute. Salute. Dank u om mij hier te hebben, broeder. Dank u om aanwezig te zijn, dus. Het was een lange nacht. Shout-out aan mijn broer, hij heeft gisteren zijn album gereleased. Jan B. Dat was feestje dan waarschijnlijk. Feestje, dat was een celebration, inderdaad. Shout-out aan iedereen die hier tuned in heeft. Shout-out aan iedereen die er was. Tim, kijk hem mij. Ik kan blijven shout-out geven. Riverside Studio zeker. Maar ja, het was een lange nacht, maar ik ben hier. Hè. En je bent er en daar zijn we dankbaar voor, want wij waren begonnen met een podcast. Wij zijn begonnen met een podcast. En we hadden ineens door dat jullie ook een podcast hadden genaamd Talks with Charlie. Voor Kijken Mag. Dus samenwerking met Kijken Mag. Ah, samenwerking. Ja. Daar had ik wel een beetje. Ik was een beetje in de war. Ik wist vroeger dat Kijken Mag ook zo besef had. Dat zo... Niet had. Ze hebben dat nog steeds. Hebben dat nog? Natuurlijk. Wat ik wou gaan zeggen is: besef is niet gedaan. Nee. Nee. Het is niet omdat dat jij geen afleveringen ziet dat misschien zijn ze aan het brainstormen om nog iets groter te maken, snap je? Maar besef is niet gedaan. En Talks with Charlie kan nooit een vervanging zijn van besef, want besef is niet gedaan. Jullie praten ook meestal zo een beetje serieus, bijvoorbeeld bij Talks with Charlie, dat is ook een andere vibe dan besef en zo. En wat ik wou vragen is, zijn jullie een beetje bang of gaan jullie toch wel een beetje voor die gevoelige gesprekken gaan? Of is dat niet iets dat jullie willen doen? Bang zijn is eigenlijk nooit iets van mijn... Dat is zelf niet mijn woordenboek, denk ik. De woord bang. Maar wat ik wel ga zeggen is... Eerst van Talks with Charlie is niet gefocust op het downfall van iemand. Talks with Charlie is gefocust op de positieve dingen die gebeuren bij iemand. En de positieve dingen die kunnen gebeuren bij iemand. Ik heb 5 jaar en 2 maanden vastgezeten. Dus ik heb al sowieso een andere visie. En het feit dat ik... Talks with Charlie is niet gisteren begonnen of 4 maanden geleden. Ik had hem vooral in jail al, in 2006. Ik ben nu 30 jaar. Dus ja, ik ben in gevangenis beland. En mensen konden ook bijvoorbeeld zeggen van, weet je, fuck hem, hij is in de gevangenis, hij is vrij. We willen niet met hem fucken, bla, ze hebben dat niet gedaan. Veel mensen hebben mij de kans gegeven, veel mensen hebben mij advies gegeven, opportunities. Dat is eigenlijk wat Talks with Charlie voorstaat eigenlijk. Gewoon opportunities, mensen willen horen, mensen willen beter leren kennen. En, you know, dat is wat wij voorstaan. Shout-out naar Riverside, kijken mag nogmaals. Hoe is dan het gevoel van, om te weten van, oké, je bent uit jail gekomen en je hebt toch een kans gekregen. En denk je dat jij een kans hebt gekregen dat veel mensen niet krijgen? Iedereen krijgt die kans, maar niet iedereen wil die nemen. En dat was ook van, want ik had jou gestuurd om bij de podcast te komen en zo. En een van de eerste dingen dat jij zei tegen mij was van, ik ben geen artiest. Dat ben ik ook niet. En daar moet ik wel een beetje mee tegenop ingaan. Van, jij steekt je tijd in iets. Jij maakt iets. Jij wilt dat zo op de beste manier uitkomt en zo. Jij maakt van uw werk, van uw podcast, een kunst. En dat is voor mij een artiest zijn. Dat is eigenlijk dope wat jij zegt. Dat klopt. Ik ben mee met je visie. Maar als jij morgen met je vrienden gaat voetballen, dan maakt u ook niet Ronaldo. Ja, we gaan gewoon voetballen, you have fun. En I'm having fun, actually. En dat is belangrijk. Want als ik artiest zeg, dan voor mij dan, mijn visie, verantwoordelijkheden voor niks. Ik word wakker, die vragen krijg ik van vrienden of van mijn eigen. Geen stress, niks. Wij beslissen zelf wanneer, hoe en wat wij doen. There is no pressure. Artiesten hebben druk. Ze hebben deadlines dat ze moeten. Ik heb geen deadline. Je hebt geen deadlines, maar heb je wel een doel met Talks with Charlie? Het doel is nu aan het gebeuren. Ik leer mensen kennen. Jij hebt mij leren kennen omdat Talks with Charlie bestaat. Dat is het doel. Nee, want wij hebben hier een bepaald doel en is eigenlijk een licht schijnen op de jongere artiesten en talenten die wij hebben in Antwerpen. Eerst en vooral, sorry dat ik je onderbreek, ik vind dat ook, ik moet eerst en vooral nog Tim Dalla ook shout-out geven. Want eerlijk, het is niet omdat ik dikke nek had, maar ik heb zo druk normaal in het weekend met mijn zonen. En ik zei tegen Tim, Tim, ik denk niet dat ik kan komen misschien. Zei tegen mij, nee bro, deze jongens die willen opkomen en they doing their thing, just like we doing our thing. Don't skip this type shit. En dat is wat ik ook jullie moet. Ik moet jullie gewoon geven, like krediet geven. You doing, don't give up. Dankjewel. Don't give up en ja, doe dat gewoon. En dankjewel om tijd te maken, want ik voel me precies nu vereerd. Precies. Maar dat voelt ook goed om te horen, snap je? We hebben hier ook allemaal mensen. Wij zijn ook met een groep en we hebben een team. Wat ik vroeger een probleem mee had, was van, ik was met die ideeën opgekomen van Morse Code. En daarna was er een team bijgekomen. En ik voelde me nog steeds voor een paar dagen, toen dat team was bijgekomen, dat Morse Code van mij was.
En dat heb ik moeten leren, dat Morse code is niet van mij. Morse code is van de team. Wij zijn vier jongens die dit waarmaken. En voelt jij zo dat Talks with Charlie iets echt van jou is? Of dat het echt zo'n community kan worden? Het enige wat van mij is, is die naam, Charlie. Mm-hmm. De rest is niet, dat is niet van mij alleen, nee. Nogmaals, Talks with Charlie is een samenwerking met Riverside. Je kijkt mij, die elke maand... Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Talks with Charlie, nogmaals, ik kan zeggen dat ik die idee had in jail of some shit, maar je kunt een idee hebben. Je kunt een boek willen schrijven, maar je kunt eigenlijk niet schrijven. Mm-hmm. Dus wat ga jij doen? Ja, iemand zoeken die wil helpen. Dat is een team. Ik heb een team. Ik heb dezelfde mensen. Tim is onlangs gekomen, maar Tim is ook veel waard in die korte periode. Maar mijn team is vast, Riverside Studio, en dat gaat ook zo blijven. Mm-hmm. Daarom zeg ik, een team is belangrijk. En moest bijvoorbeeld Riverside Studio vandaag zeggen van, we stoppen, ik ga geen andere team zoeken. Because these people grind with me from day one. Mm-hmm. Tot, I mean. Maar team is belangrijk, je gaat dat niet alleen kunnen doen. Wat deed je voor de Talks with Charlie uitkomt? Wat was je aan het doen? Wat was je mee bezig? Wat ik nu nog steeds doe. Ik ben nog een jongere begeleider ook. Mm-hmm. Ik werk voor CAW, Centraal Algemeen Welzijn, Antwerpen. Dat is gewoon de jongeren op de juiste pad houden. Nee, schoolbezoeken, huisbezoeken, huiswerkbegeleiding, samenwerking met City Pirates. Ik ben een jongere begeleider. En waarom een jonge begeleider gekozen te zijn? Omdat ik 5 jaar heb vastgezeten op mijn 16 tot mijn 21ste. En niet dat ik Superman ga spelen, maar ik wil wel dat de jongeren mijn verhaal horen. En vandaar het beslissen wat ze gaan doen. Een soort van een exempel zijn voor de jongeren? Niet een soort, een exempel. Oké. Okay. Ik heb gevoel dat we meestal, bijvoorbeeld als wij voor een publiek willen opgaan en wij willen een doelgroep bereiken, bijvoorbeeld hier in Antwerpen, je moet ook een beetje aanpassen. Suppel zijn. Je moet ook een beetje aangepast zijn tot je kijkers, tot je doelgroep. En ik heb het gevoel... Ja, zeg maar jij moet je eigen ook niet te veel veranderen. Hè? Ja, nee, sowieso. Je moet nog steeds je eigen zijn. Maar dat is wel normaal. Als jij morgen naar de rechter gaat, ga je toch ook niet met een pet en dergelijke dingen. Nee, je aanpassen. Zo moet je leven gewoon bekijken. Veel mensen denken dat het te veel gevraagd wordt. Ja, nee. Aanpassen is part of life. En dat is ook de belangrijkste en de gezondste ding dat er is. Als je kunt zien wat je fouten zijn en je kunt daaraan werken, je kunt kritiek opvatten, niet als haat, maar als kritiek, om een punt van verbetering in je eigen, dan kan je zo ver geraken met je eigen. Bijvoorbeeld nu, nogmaals, ik heb je uitgenodigd door Talks with Charlie. Waar willen jullie geraken met Talks with Charlie? Waar ik wil geraken met Talks with Charlie? Ben jij gelovig? Ik ben protestant eigenlijk, ja. Wel, ik ga in protestante taal zeggen dan. Waar God wil dat ik raak, ga ik raken. Je hebt baptiste taal dan? Die heb ik geen taal voor. Nee, everybody got their own opinion, but atheist, ik heb geen taal voor hen. Ja. Maar ik geloof in God, ik ga je nu laten vertellen dat God niet bestaat. I mean. Maar voor degene die toch in een bepaalde taal moet zeggen van faith, I mean, lot staat geschreven, bij wijze van spreken. Dus ik ga hier niet zeggen, ik wil dit, ik wil dat. Wat gaat komen. I mean. Maar één ding dat ik wel wil, is dat mijn team gewoon samen blijft. Mm-hmm. Dan maken we alles waar. Dat is belangrijk, want vanaf het moment dat je team uitvalt, verspreid en niet meer hetzelfde is, dan is dat ook niet meer hetzelfde project. Maar de jongens die ik mijn team noem, die ken je al misschien 20 plus. Mm-hmm. Hoe oud ben je momenteel? Ik ben 30 jaar. 30. Hoe oud ben jij? Ik ben 20. 20? Ja. Hoe oud was je in 2006? 6. 6. Ik was best wel jong. Je had al dingen meegemaakt dat ik niet eens aan... Ik was op Rikers Island toen. Dat is wel een van de meest gevaarlijkste gevangenissen in Amerika. En later, als je de tijd hebt, zoek gewoon Rikers Island stories. Mm-hmm. En je gaat begrijpen. New York, dus jij bent van New York of? Nou, ik ben van Congo naar België gekomen in 1992. Ruïne. 2003 naar de Congo terug. 2004 naar Amerika. Charlotte 2004. New York 2004. Rikers Island 2006. Dat heeft waarschijnlijk wel een soort drukte op wat jij momenteel doet. Alles dat jij eigenlijk, elke beslissing dat jij neemt of zo, is dat mijn tweede gedachte van een honestly. Alleen, normaal gezien, je moet je altijd 2 keer nadenken of meer nadenken dat, voordat je iets doet of wat dan ook. Maar om te zeggen van druk, hè, normaal, brother. Welke druk? Allee, niet om dikke nek te doen of zo, maar druk voor mij is niet weten wanneer jij
wanneer jij wakker wordt, wat er met u gaat gebeuren. En mm-hmm. de, en, bro, ik doe wat ik graag doe. Mm-hmm. Dus I can't really have no pressure. En ik doe dat met de mensen die ik weet die mij ook proberen op te liften. Dus er is eigenlijk geen pressure. Mm-hmm. Maar ik kan wel begrijpen dat de pressure bekomt. Kijk, maar persoonlijk heb ik dat nog niet gemerkt. En was je niet zo een beetje bang dat mensen anders naar jou gingen kijken? Of de, there you go again. Ah ja, dus... dat bestaat niet. Dat is gewoon wat hier van praten. Nou bro, als jij bang bent, ga je niet veel doen, bro. Als jij nu bang van een hond bent en je gaat hier buiten, je ziet een hond, je gaat thuis binnen blijven, ga je geen geld maken. Ik wou nog weten, van, stel je voor, Talks to Charlie, dat wordt gigantisch groot. En jij kunt daar zo ver geraken. En wil je ook bijvoorbeeld dezelfde manier van podcast blijven doen? Jij zegt, je bent wel gelukkig met wat jij nu doet en dat maakt je blij en zo. Maar is er een verbetering dat jij denkt kan komen? Altijd een verbetering. Wat die verbetering is. Waarschijnlijk, ik ben nu op het veld. Waarschijnlijk zie ik het. De verbetering niet. Maar de mensen rondom mij zien dat wel. En nogmaals, zoals Charlie, wat jullie niet weten, is ik ging dat nooit in de studio doen. Mm-hmm. Ik ging dat gewoon bij live houden. Links, rechts, joh, zit jij zot, zit jij zot, zit jij zot. Maar bij mijn vrienden, hè. Ik mm-hmm. neem nooit zo makkelijk kritiek van andere mensen. Maar zit jij zot, je moet dat wel doen. Maar nogmaals, ik zeg de visie niet. Mm-hmm. Riverside Studio kijken mag. Al die shit, ik zeg dat niet. En nogmaals, die team heeft ervoor gezorgd dat we, ja. Dus, dezelfde manier podcast houden. Bro, ik doe dat in mijn studio. Mm-hmm. Ik ga naar niemand om iets te doen. Dat is in onze studio. Mm-hmm. Waar moet ik eraan van? Alles gebeurt. Alles gebeurt daar. Mensen worden uitgezonden, ze komen naar daar. Hetzelfde als jij zegt van, waarom moet je veranderen? Jij doet dat bij u. Dus, je speelt een thuiswedstrijd. Wil je nog een uitwedstrijd gaan spelen of wat? Nee. Jij bent de thuiswedstrijd, geniet ervan. En ik wou je ook vragen, jij zegt, ja, als Talks with Charlie ver geraakt, wat is ver geraakt voor u? Stel je voor, jullie beginnen ineens een beetje 30k, 50k, 100k. Wat views? Ja. Wat denk jij dat ik als man ga veranderen? Dat is het ding. Veel mensen kunnen niet met bepaalde grote cijfers omgaan, bepaalde fame omgaan. Dus jij hoort ook van heel veel mensen, van heel veel artiesten. Ik weet, jij ziet je eigen niet als artiest, maar... verschillende mensen, wanneer die fame beginnen te krijgen, wanneer die ogen op zich beginnen te krijgen, dat die een klein beetje beginnen te veranderen. En ik heb het gevoel van, dat is belangrijk als persoon om je eigen niet laten veranderen. Want jij weet, mensen beginnen naar jou te kijken voor wat jij doet op die moment. Jij kunt je eigen verbeteren, maar je kunt je eigen nooit volledig veranderen. Dat is een goede antwoord, maar hangt vanaf ook hoe jij fame bekijkt. Ik ga je mijn manier van fame uitleggen. Je kent Notorious B.I.G. Mm-hmm. Je kent Tupac. Mm-hmm. Ken je de crew members of Notorious B.I.G.? Mm-hmm. Nee, maar ik ken hun wel. Dat is mijn vorm van fame. I don't care about the shine. I care about the people around it. Zij zijn de reden waarom hij misschien zo groot is geworden. Fame is niet voor iedereen bedoeld. Mm-hmm. Snap je? En nog een ander voorbeeld. Ik heb, toen ik die live ben begonnen op Instagram, heb ik Notorious B.I.G. zijn right-hand man / cousin geïnterviewd. Mm-hmm. Voor mij, dat was big. Maar dat is B.I.G. zijn partner. Yeah. Maar voor u gaat dat niet groot zijn. Because you got a different way of fame. Mm-hmm. Ja, als ik tegen u zeg, ik heb B.I.G. geïnterviewd, wow, crazy. Maar als ik tegen u zeg, cigar, ja, zeg, dat is mijn point of view of fame. Ik ga niet voor die shine. I'm going for the real shit. Mm-hmm. Ja, ervoor dat heeft gezorgd dat hij daar was geraakt. En cigar, niet per se omdat hij daar is. Ja, en cigar was degene die rondliep met de gun. Wanneer Biggie problemen had, samen met D-Rock. Mijn naam op Instagram was D-Rock, niet door Biggie zijn draaien, maar door mijn land. Maar als je de link was er. Mm-hmm. Als je Biggie zijn echte verhaal kent, Biggie is gearresteerd geweest, D-Rock heeft de charge genomen. Als je ook kijkt, de Hard 97 bro, cigar is gaan schieten. Dat zijn de mensen die Junior Mafia groot hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar dat zijn de mensen die nooit de Sean gaan krijgen, want ze zijn geen Biggie, ze zijn geen Tupac. Mm-hmm. En daarom ook Talks with Charlie. Er zijn genoeg op- en komende gasten die komen. Er zijn genoeg auteurs die gaan boeken schrijven die shine nog niet krijgen of nooit zullen krijgen. Mm-hmm. Betekent dat ze slecht zijn? Nee. Maar Talks with Charlie gewoon bieden. En dat is wat Talks with Charlie uiteindelijk gaan moeten zijn. Eten de street, maar niet alleen de street. Ik kan iedereen bereiken. Mm-hmm. Because I'm a humble dude. En ook voor u, be humble, stay humble. Nooit, nooit veranderen. Fame, bro, fame could come now and leave the same moment. Ja, als man moet dezelfde persoon blijven, bro. Dat is mijn enigste advies dat ik u kan geven. Nou, dankjewel. Dat zijn wijze woorden. I couldn't help but listen. I couldn't help but listen.
Nee, maar serieus. Er zijn bepaalde mensen bijvoorbeeld, als je met die persoon praat en die persoon is aan het praten, jij hoort die persoon wel, maar jij bent niet per se aan het luisteren. Maar met jou, ik heb zo'n gevoel van alles dat jij zegt, komt van ergens en dat heeft een bepaalde meaning daarachter. En dat is belangrijk om te horen. Bijvoorbeeld, wij maken ook heel veel afleveringen die grappig zijn. Waar die nonsens zijn. Pepers en, laten ja, eten en zo. Pepers laten eten en van al die dingen. En geloof mij, dat is ook allemaal leuk. Ik zeg niet dat dat niet leuk is. Dat is super leuk om te doen. Dus lachen met elkaar en dingen doen. Maar soms moet je ook down to earth zijn en luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Luisteren naar hun mening. En klopt. Snap je, dat is een spirit, dat is een sfeer, dat is een vibe die jij niet kunt vergelijken met iets anders. Nu dat jij hier in Antwerpen zit en je podcast is Nederlandstalig, Vlaams. Het is niet Nederlandstalig, het is international. International. If a dude come and speak English, I speak English. Oh, I blijf Spanjaar een poquito. So. I mean, I could do it. Français, je peux le faire aussi. Een soort mensen ook. I mean international. Ik heb Arabia. Dat ook. I mean, dus alsjeblieft noem mij niet Vlaams. Noem mij gewoon Talks with Charlie. Oh. Jij wilt dus ook echt wel internationaal gaan. Jij wilt ook... Ik wil ook een Afrikaanse vrouw, of maakt niet uit, die een restaurant heeft bijvoorbeeld. Of in Brussel, maar ze spreekt geen Nederlands. Ga ik zeggen nee. Mm-hmm. I mean, I want her to be her too. Want zij heeft dingen... Erken, als bijvoorbeeld bij wijze van spreken een vriend van mij die van New York komt en hij wil ook zo Talks with Charlie doen. Yo bro, I ain't doing it. You don't speak Dutch. Mm-hmm. Nah, dat is corny. Je moet, hoe ga ik dat zeggen? Don't close yourself. Don't make you too small. Open your doors for everything. Mm-hmm. Maak je bubbeltje niet te klein. Voilà, think outside the box. Laten we dat zo zien. Ik heb een vraagje van het publiek dan. Shout out, publiek. Hoe was je leven eigenlijk in dingen in Charlotte? Charlotte, dat is kort. Mijn leven was kort in Charlotte. Ik ben in april, 10 april aangekomen in Charlotte. En ik was in New York in juni 2004 of zoiets. Dus dat was 2 maanden. Dat ik in Charlotte heb gedaan. 2 maanden. En die aanpassing van verschillende culturen en zo. Want je hebt nu wel verschillende culturen kunnen zien. I'm going wherever I go. That's a fact. Ik pas mij gewoon aan. Eerlijk gezegd, sorry dat ik je onderbreek, bro. Maar dat is het mooie aan mij. Ik weet niet hoe dat komt, maar blijkbaar, mijn moeder heeft dat ook gezegd voordat ze rest in peace to my moms. Maar dat is een verhaal dat ze mij ooit hebben verteld. Want je moeder zei altijd, no matter een hoes arm dat ik, no matter waar ze mij zetten in iemand hun handen of zo, ik huilde nooit. Als baby, never. Wat ik ermee bedoel is, zet me in elk land, ik ga me aanpassen, maakt niet uit wat de cultuur is. Ik ben op mijn 14-jarige leeftijd in fucking New York beland, bro. Mm-hmm. Niet met de hoofd van iemand, met mijn eigen. Mm. Mijn eigen visie, mijn eigen... Oké, okay, I did a lot of dumb shit, weet je. Je moet beseffen, ik heb 2 jaar in New York overleefd, bro. Niemand is daar. Maar je zegt, I did a lot of dumb shit. Ik heb zo'n gevoel van, iedereen maakt domme dingen mee. Iedereen doet domme dingen. Vooral als ze jong zijn. Wij zijn ook allemaal aan het groeien. De persoon dat ik morgen ben, is niet de persoon dat ik vandaag ben. Snap je? Ik ben altijd aan het verbeteren. En deze ding, iedereen heeft zijn dingen meegemaakt. Iedereen heeft zijn dingen gedaan. En ik heb het gevoel, dat hoort er allemaal bij. Want wat er gebeurd is, dat maakt de persoon dat jij vandaag bent. Dat hoort er niet altijd bij, bro. Dat is soms ook een keuze. Maar nogmaals, kijk, ik zeg wel, ik heb domme dingen gedaan, maar ik kon ook slimme dingen doen. Mm-hmm. Waarom kiezen we altijd voor de domme dingen? Misschien weet je niet beter, op die moment zelf. Nee, het is niet dat jij niet beter weet. Misschien doe jij geen onderzoek om beter te weten. Mm-hmm. Misschien denk je als 14-jarige, moet ik die onderzoek niet doen. Mm-hmm. En eerlijk gezegd, persoonlijk, nogmaals, ik heb 2 zonen. Op 14-jarige leeftijd ga je kunnen wel leren wat ze moeten doen. Mm-hmm. Want je kunt een domme fout maken op 14 die je heel leven gaat kosten. Ik heb vrienden gezien, een vriend van mij, kort en bondig vrouw. Een vriend van mij die zat sinds zijn 15e vast. Om dat ook gewoon rood te zeggen, hij heeft nooit seks gehad. Mm-hmm. En die hebben de man life gegeven in jail. Dus... Kun jij zonder seks? Eerlijk gezegd, nee. Hij heeft levenslang gekregen. De enige seks dat hij kan hebben... If he turned out to be that way. Ze zijn even terug van een kleine
pauze, even een klein beetje ademen, een klein beetje lucht pakken. Wat ik wou vragen aan jou is van, je zegt dat jij eigenlijk op je 14 al in jail was en zo. En Nee. 16. 16. Ja, 16. Hoe is dat om op zo'n jonge leeftijd in zo'n plaats te belanden? Hoe... is niet fun. Niet fun. Ik heb nog bepaalde litteken ervan zelf. Ik was ook in een gang toen, Blood, etc. Park. Ik ben 2 keer gestijpt geweest, neergestoken. I still got a broken nose, you can see this shit. Mm-hmm. I mean, that's van de CP's. Police brutality. Ja, weet je, jail is eigenlijk geen goede plaats voor niemand, bro. Voor niemand. En zeker niet waar ik was beland. Ik ben op Rikers Island beland. Elke vrouw dat jij ooit zou horen over Rikers Island, kloppen. Glarieren School, Shank School, like, dat is allemaal verhalen die waar zijn. En nogmaals, bro, ik noem dat 5 jaar overleefd in 7 verschillende prisons in Amerika. Dus. In 7 verschillende? Ja, 7 prisons. Verschillende. En is dat een normale procedure? Is dat iets normaal gebeurd? Als jij flink bent in gevangenis, blijf geen 1 gevangenis. Wat je nou als 16-jarige jongen, je komt in een gevangenis terecht en jij weet het dan dat jij 6 jaar hebt gekregen. Om 6 jaar flink te blijven was heel moeilijk in zo'n omstandigheid, in zo'n environment. Ja. Dat was bijna geen keuze. Eerlijk gezegd, jij moet je gewoon beschermen. En weet je wat mij gefopt heeft? Allee, gefopt tussen haakjes, ik was in een gang. Dat was Blood, snap je? En New York is alle gevangenissen, most dames door Bloods. Dus. Maar dan heb je Bloods die daar al misschien 20 jaar vastzitten. En dan kom ik als 16-jarige, zo, ik moet mij bewijzen, bij wijze van spreken. Ik heb 6 jaar, hij heeft 100. hij blijft daar. Dus het feit dat hij mij op een dojo is gestuurd, dat boeit hem zelf niet. Dat zijn zo van die dingen. Dus de gang van buiten de jail en binnen de jail was eigenlijk helemaal anders. Klopt. Buiten de jail, you could go wherever you want. Hier, dat is anders. Hoe was het eigenlijk als je terug naar België was gekomen? Hoe was het eigenlijk ook voor hun, dat je terug naar hier bent gekomen? Voor wie voor? Voor de gang in Amerika. Bro, eerlijk, dus we zijn wel een gang en zo, maar dat is iedereen voor zich. Hè. Bro, hij heeft 150 gekregen, ik heb 6, hij heeft 10, hij heeft 2. Bah. Is iedereen voor zich, op het moment dat jullie, stel voor ik heb 5 en jij hebt 10. Ik ga met u 5 jaar wonen, oké, we gaan 5 jaar, we're gonna be good dudes. En vanaf misschien gaan we contact hebben als jij vrijkomt, wat ik ook heb met sommigen. Maar het feit dat ik vrij ben gekomen, bro, if I'm doing 10, I don't give a fuck dat jij vrijkomt. Ik kan je wel zeggen, yo, good for you, maar bro, ik heb nog 5 jaar te gaan. En ik heb een vriend zo, we zijn samen vast gaan zitten, maar hij is vast gaan zitten voor manslaughter. Die hebben hem 20 jaar gegeven en hij heeft mij onlangs een brief gestuurd en ik vroeg hem dat toevallig van, yo, how many years you got left? Hij heeft nog 8 jaar te gaan, bro. Mijn zoon is al van die 8 jaar. Mm-hmm. En toen jij eindelijk vrij kwam, volgens mij was dat de beste gevoel dat jij kon hebben. Ja, dat wel. Next again. Toen jij eruit kwam, had jij direct zoiets van, oké, heel mijn leven is veranderd, ik ga. Nou, helemaal niet. Ik dacht dan, wat ga ik eerst eten? Ik heb met mijn vader gevraagd, McDonald's, hij heeft in mij gezegd, joh, die verkopen varkenvlees daar, we mogen dat niet eten. We waren in Brussel samen met hem. Weet je, onderweg naar hier was ik nog steeds in Hamburg. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk wel de coolste van heel dat shit daar, van hoe ik ben overgebracht. Die verhaal van de vliegtuig was het coolste. Waarom? Mijn vrouwtje gaat misschien boos zijn, maar dat was voor haar tijd. Ik ben vrij, I got the jail glow. En Hamburg, en ik herinner me, was een meisje naast mij, zij vroeg mij, yo, what happened to you? Ik zei, nee, ik kom eigenlijk vrij, maar ik ga naar een ander land. Ze zegt, ik zeg België. Oh, ik moet ook overstappen in België. Misschien kan ik naast u zitten. Ik zeg, ja, dat mag van mij. Maar we gaan aan de plane, we gaan aan het vliegtuig. Iedereen is in de vliegtuig, al. Maar ik, zogezegd crimineel, die nog vrij moet komen, ik kom daar pas als laatste aan op in de vliegtuig. Weet je, normaal gezien is dat, ach shit, waarom? Bro, ik kom eraan, maar dat meisje zat niet van achter. Maar ik wandel echt voorbij haar. Ze zegt, ja, ik mag dat niet, blablabla, mom, ik zit van achter. Maar in Hamburg. Dus wij komen in Zaventem aan, dus van, ik denk van Kennedy, zijn we naar Zaventem vertrokken. Zaventem aangekomen, manju, eerst waren de passengers er al op. En ik, deze keer hebben ze mij eerst laten. En wij komen eraan, ze zeggen, ze, via de microfoon gedoe daar, ze zeggen van, ja, don't stand up, niet rechts staan, we moeten eerst 1 passenger laten uitstappen uit de vliegtuig. Maar ik ben eigenlijk, joh, ik ga weer in hand boeien, die gaan mij weer zo zien als een terrorist of zo. Ja, heel een scène. Maar uiteindelijk, dat is 1 ding dat altijd met mij gaat blijven, van bro,
Jij was op een fucking vliegtuig en handboeien en al die zeggen, iedereen kijkt naar jou, bro, wil je dat nog eens meemaken? Dat is één ding, ik vond dat wel cool, dat meisje vond dat ook cool, van oh shit, maar dat is één ding die altijd met mij gaat blijven, van bro, this is one thing I don't want to go through again, hell no. Maar nee, dat is precies, ik was de grootste terrorist, bro, terwijl dat ik maar een jonge gast was die een domme fout had gemaakt, een domme fout had gemaakt. Iemand je op te wachten. Wat eerlijk gezegd, dat maakte mij eigenlijk niet uit als iemand mij. Maar mijn vader was er wel. Hij was gewoon blij om terug te zijn. Shout-out naar mijn paps. Nee, ik had inderdaad contact met mijn vader de laatste jaren in de gevangenis. Had ik echt wel contact met hem. Daarvoor was het moeilijk. Want je kunt niet zomaar bellen en zo. Dus. Ja, alleen van, hij wil zeggen voor de jeugd van nu, want nu dat hij met dingen werkt. Wat wil hij zeggen als hij ervaringen heeft? Mijn advies geef naar de jeugd, wil ik nogmaals zeggen, wanneer jij deze uitzending gaat uitzenden, voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, Charismatic is op Spotify. Dat is mijn broer, Young B. Go stream this shit, man. Link staat sowieso in de bio. Hij heeft een liedje daar ook, Why, waar hij ook een stuk van ons verhaal vertelt. 24 hours. Hij geeft de jonge talent ook de kans om wat shit te praten. But, ja, go stream the shit. That's my young brother. Maar as far as the advice for the jongens, stay in fucking school, my brothers. Laat u niet wijsmaken. Ik heb aan mijn broer gisteren gevraagd, merk of merkloos? Ik wil die vraag aan de jongeren stellen. En ik garandeer u veel aan merk zeggen. En dat is actually bullshit. Maar als jij bereikt wat jij kunt bereiken, kun jij doen wat jij wilt doen. En op dit moment zie ik soms 17-jarige, 18-jarige jongeren met drip, kop tot teen. Maar echte drip. Laten we eens naar de snack gaan. Kom ze 1 euro tekort. 3 euro tekort. Bro, dat is niet een visie, dat is niet leven, bro. Dat is niet leven. Ik herinner me, ik heb criminaliteit gedaan op mijn 14, 15, 16. Niet omdat ik dat wou. Ik had letterlijk geen keus. Ik was in Amerika, manga family, ik sliep echt letterlijk op straat. Daarom heb ik eigenlijk voor criminaliteit gekozen. Maar mensen, er zijn sommige jongeren die gewoon criminaliteit doen terwijl ze met hun ouders wonen. Mijn moeder of mijn vader heeft eigenlijk nooit politie aan huis gehad. Never. Geen raid, geen none of that shit. Ben ik proud of de feit dat ik in jail ben gegaan? Nah, at all. Maar ik heb ook nooit problemen gebracht naar mijn ouders. Ik heb een diploma wel gebracht naar mijn ouders, dat wel. Het heeft mij misschien wat langer geduurd, but I did it. En dat is mijn advies naar de jongeren. Je prioriteiten moeten echt gekozen worden. Be strong, don't give up. Hetzelfde voor jullie, hè. Die zijn ook allemaal jongens. Jongere gasten, so don't give up. En ook nog iets dat ik ook ga meegeven. Er gaan veel podcasts zijn. Heel veel. Just make yours different. Maar dat is ook het ding, bijvoorbeeld toen ik zei van oké, ik wil Talks with Charlie hebben hier. Het eerste ding die opkwam was van, ah ja, dat is een andere podcast en zo. En ik heb altijd zoiets van, concurrentie, dat is gezond. Dat is gezond. Dat is het beste ding om te hebben. Mag ik u één ding zeggen? Ik ga nooit uw concurrent zijn, broer. I'm just telling... No, that word, don't even like that shit like that. Want concurrentie, weet je wat dat letterlijk betekent? We moeten onbewust tegen... Voilà, onbewust strijden tegen elkaar. Wil jij strijden? Of wil jij opgeliefd worden? Opgeliefd worden. Hij is zo focus on that. Ja, exact. Maar dat is wat ik nog wil zeggen. Ik zeg gewoon van. Please, want don't use it. Don't use it. Yeah. Okay. I'm not gonna use it. I'm gonna say partners. Ik zeg gewoon van. Jij hebt uw podcast. Mm-hmm. En wij hebben die van ons. En dat is het belangrijkste ding. Dat mensen keuze hebben. Dat mensen bijvoorbeeld verschillende dingen kunnen luisteren. Verschillende meningen kunnen horen. Mm-hmm. Verschillende kanten. Verschillende visies kunnen zien. En dat vind ik de belangrijkste en dat vind ik gezond. Inderdaad. Dat is gezond. En nogmaals, Charlie. Appreciate it, King.
God bless you, man. You can plug your links if you want to. I could plug my links if I want to. What if I already did that? Do it again. But I won't repeat myself. I was born once. Okay, dan zou ik dat voor jou doen. Go follow Charlie. Talks with Charlie. Talks with Charlie Morsco, y'all already know. Appreciate y'all. Kekken Mike, Riverside Studio. Yo, Young B, shout you out. Yo, support your locals, gang. Support your locals. Thank all om te kijken. Wow, and wow, see you next time. Appreciate it, King. That was dope. Ja, dat heb ik net gedaan. Ja, dat heb ik net gedaan.